Ik ben kapitein Brice Smalen. Ik ben werkzaam in de genieschool in Djambe. Ik ben hoofd van de constructiecompagnie daar. En ik ben hier op uitnodiging van mijn Nederlandse collega om even te kijken wat de verdere mogelijkheden zijn tussen de militaire civiele samenwerking. En dat natuurlijk naar dijken. Voor jullie dan in Nederland, voor ons in België. Het is een van onze taken, dat is steun aan de natie. En de natie is natuurlijk de burger. Hè. Wel, indien er zich bijvoorbeeld een ramp zou voordoen, overstromingen of dergelijke, of een dijk die breekt, dan zullen wij waar mogelijk te hulp schieten. Het kan zijn met het zandzakjes leggen, of met boten mensen ontzetten uit overstroomde gebieden of uit hun huizen of dergelijke. Ja. Er zijn nog altijd oefeningen uiteraard. Elk jaar gaan er ook grote oefeningen door. Die zijn niet altijd specifiek gericht op overstromingen of andere rampen. Maar dat zou een van de items kunnen zijn. Ja. Ik heb goed kunnen spreken met enkele Nederlandse collega's, maar ook mensen die bij de Vlaamse overheid werken, waterwegen en zeekanaal en dergelijke. Dus het was een zeer interessante dag.